Hey, welkom bij een video van Pressure for Tarot. Deze is voor de weegschaal in de maand september. Ik ga orakelkaarten leggen. Ik ga gebruik maken van het beschermengelen tarot. Het universum staat achter mijn deck en het eenhoorn deck. Dus kijken wat voor berichten ik voor de weegschaal in de maand september eruit kan krijgen. Door kan krijgen. Uiteraard is dit collectief. Algemeen, oftewel laat je intuïtie het werk doen op welk gebied dat dit is. Op mijn Facebookpagina vind je ook een geschreven lezing, inclusief de foto van de gevallen kaarten. Kijk voor mijn Facebookpagina onder in de beschrijving. Daar vind je ook mijn e-mail. Abonneer, like, deel de pagina. YouTube uiteraard ook. En laten we beginnen. Kijken voor de weegschaal. Weegschaal in de maand september. Ik ga 3 kaarten leggen. Intuïtie en inzicht. Je intuïtieve vermogens zijn nu heel zuiver. Dus je kunt erop vertrouwen dat je innerlijke kompas je de juiste richting zal sturen. Volg je eigen inzichten boven het advies van anderen en laat je niet leiden door angst of zorgen. Het is misschien het beste je geheimen op dit moment niet te delen. Bij deze kaart krijg ik het gevoel dat jij heel goed weet welke kant dat je op moet. Alleen, doordat iedereen zich er maar mee bemoeit en vertelt wat je moet doen, raak je gedesoriënteerd, luister je niet meer naar je innerlijke ik en ga je verkeerde dingen doen. Blijf je hangen, word je bang, durf je niet meer. Deze kaart zegt eigenlijk, even grof, laat al die mensen gewoon lekker de mond houden en doe nou eens wat jij van binnen voelt. Heler van gedachten. Het is tijd om je leven op te schonen. Doe alles weg wat je omgeving rommelig of jou ongeorganiseerd maakt. Mensen die van je nemen maar niets teruggeven, zul je ook moeten laten varen. Jij of een belanghebbende in deze situatie is wijs en betrokken, heeft inzicht en een heerlijk gevoel voor humor. Biedt veel levenservaring. Dit ben jij zelf. Ik heb het gevoel dat jij dit zelf bent. In de lezing van de weegschaal, de getypte lezing, komt dit ook naar voren. Het is echt tijd voor jou om al dat oude, alles wat in die rugtas allemaal zit, om dat weg te doen. Weg met die rugtas. Het heeft geen zin. Het kost alleen maar energie als je dat meeneemt naar het heden. En daarbij, waarom ga je al die kilo's sjouwen? Als je ze ook gewoon achter kan laten. 8 van actie. Er gebeurt momenteel zoveel dat het allemaal wat overweldigend kan voelen. En toch, het is heerlijk het zo druk te hebben met je werk waarvan je houdt. Wees dankbaar voor de zegeningen van de hemel die je tijd in beslag nemen, ook al voelt het als een uitdaging. Als je wordt gevraagd het vliegtuig te nemen, doe dit dan vol vertrouwen. Oftewel, als de kans jou aangeboden wordt om de stap te nemen om vooruit te gaan, doe het. Ga. Niet twijfelen. Niet bang zijn. Je bent heel erg beschermd momenteel. Er hangt een energie van jou voor de weegschaal in de lucht. Waar er moet verandering komen. Als er geen verandering gaat komen,
ga je alles wat je allemaal al hebt meegemaakt, zeker de afgelopen periode misschien, nog een keer meemaken. En waarom? Je wil je les niet leren. Dan zegt het universum, nou ja, jij wil niet luisteren. Dan doen we het toch gewoon nog een keer. Misschien snap je het dan wel. Aan jou de keus. Wat ga je doen? Ga je ermee? Blijf je oud en vertrouwd? Of ga je verder? En laat je dat wat jou niet meer dient achter? Ruimte maken. Opruimen. Ruimte maken zodat er nieuw kan komen. Geen negatieve naar beneden halen meer. Geen negatieve bezwaringen meer. Is ook niet nodig. Weegschaal september. Dank je universum dat ik het licht door de duisternis mag zien en dat liefde mijn angst verjaagt. Deze is prachtig. Kies voor de liefde en niet voor je angst. Want je angst gaat je nergens brengen. Ja, thuis, op de bank in een hoekje. En lippen dat het allemaal niet gaat en niet werkt en dat... Kan het nou toch allemaal? Ja. Weg met die angst. Energie volgt mijn aandacht. Daar waar jij aandacht aan besteedt, groeit. Als jij aandacht besteedt aan, oh, ik durf niet en oh, dan groeit dat. Dan ga je alleen maar nog meer niet durven en dan ga je alleen maar nog vaster zitten en nog minder ver komen. Zie het als een plantje. Voed het positief. Voed je gedachten positief, zodat het positiviteit kan groeien. Mijn overgave neemt toe als ik me hiervan bewust word. Als jij bewust bent over hoe jouw gedachten werken, als het tot je doordringt dat wat je denkt je manifesteert, je uitspreekt, je manifesteert, kun je je gaan overgeven aan dat wat je wel graag wil. En laat dat dan maar gebeuren. En laat het ook maar gebeuren als het wil gebeuren. En ga er niet tegen vechten. Want als je gaat vechten, zorg je voor je eigen obstakels. Kijk, alles komt zoals het komen moet. En dat is een breed gezegde. Maar het komt niet voor niks. Het komt of om je een les te leren. Of het komt je om iets te brengen. Of het wordt je iets weggenomen. En het is allemaal voor het hoogste goed van jezelf. Dus waarom tegenstribbelen als je ook gewoon de weg kan volgen? Deze uitdaging maakt je sterker. Je zult de andere kant bereiken. Zoek de geschenken in deze situatie. Zoek ook de lessen. Begrijp de lessen. Bijzonder dat dit heel donker is. En dit heel licht. Mooi. Vind je kracht terug, weegschaal. Jouw kracht. Jouw echte ware ik.
wees dankbaar ook voor de lessen die je mag ervaren. Moed. Je bent veilig. Angst is een illusie en stelt duidelijke grenzen. Als iemand tegen jouw grens aankomt of tegen jouw grens aanschopt en je vindt het niet fijn, trek je mond open. Ik wil het niet. Dit is niet hoe ik het wil. Iets wat onveilig, onprettig voelt. Is niet fijn. Maar laat je niet leiden door angst. In bepaalde situaties is het ook degene waar je van het gevoel wat je van het juiste wil afhouden. Dus je ego. Je krijgt er twee. Fantasie. Stel je een andere werkelijkheid voor. Sta jezelf toe om te dromen en geloof in onbeperkte mogelijkheden. Overvloed. Geniet van wat het leven je geeft. De bron is onuitputtelijk en je zult zegeningen ontvangen. I wanna see the rainbow high in the sky. Nee, ik word heel vrolijk van deze kaart. Als jij dit kan achterlaten, deze situatie die nu gaande is, die al een tijd gaande is, die jou zoveel energie kost, jou zoveel wrok en boosheid en als je dat kan loslaten, bah, it's all yours. Ik zeg, pakken. Pakken die kans. Niet aan je voorbij laten gaan. Je zult zegeningen ontvangen. Ik hoop het echt oprecht. Deze was voor jou. Doei!